Ja, oh sorry, ik zat al. Waar ben je? Kijk. Maar zo kunnen we je niet zien. Wacht, ik kom even over je heen. Daar. Ja. Kijk mij niet. Misschien kan je vertellen waar je bent en wat je aan het doen bent. Op reis. Oh, wat leuk. Hallo. Oh, sorry. Ja? Hoi. Het is zondag en ik heb wedstrijd. Maar ik doe mee aan de Jong KNS competitie. Dus ik heb een heel leuke goodie bag gekregen. Waarom lach je nou zo naar? Het is toch een leuke goodie bag? Ik heb hier een goedbon voor van 10 euro. Voor? 10 euro. Oh, ja, kijk. Wat is het? Landsberg. Wat is dat? Nou ja, ga maar verder. Dan de Milieu en Buco Shop voucher. Oeh, van Suus. Die is van Suus. Oh my god, Suus. Hier, hier heb ik, nou wat leuk. Nico, ja. Sorry. Dan heb ik hier Horse Ads, ja, ook heel leuk. De Pas de Deux. Pas de Deux, schat. Pas de Deux. Nee, Pas de Deux. Pas de Deux. Veel plezier met je aankoop. Oké, dat is leuk. Nee, dat is nou goed. Kijk, we hebben ook Florian. Stop met gooien. Het is een beetje recalcitrant vandaag. Jongens, ze vinden het echt wel leuk, maar ze doen het een beetje gek vandaag. Humorgedrag. Nee, maar we hebben hier ook een beker. Makelaardij van Egmond. Kijk, het hier. Jong KNS. Zuid-Holland competitie. Dus dat is ook helemaal leuk. Dan hebben we hier nog een cadeaubon van Parma Horse voor 2,50 euro. Parma Horse, weer praten. Dan hebben we ook nog muesli. Lekker. En een sleutelhanger met... Oh, dat is wel leuk voor je sleutels van Rick's huis. Of niet? Nou meid, wat leuk! Ik vind het echt leuk. Ja, het is ook echt leuk. Het is ook gewoon schattig dat je zo'n dingetje erbij krijgt en dan even de tijd kan nemen om even vrolijk te worden en even je rust op te kunnen nemen. Er zit nog een brief bij, of niet? Hovelaar, wat is dat dan? Beste Ruiter, heel veel succes op de Jong KNS. Verwen uw paard na zijn haar presentatie vandaag met wat lekkers uit Hovelaars assortiment. Oh, gewoon reclame. Ja, kijk, Suus reclame wil ik wel voorlezen. Dat, daar gaan we voor. Oh. Ja, dan staat hier 10% korting op al je aankopen. Nou, stop alles in een dingetje. Wat ben je hier eigenlijk aan het doen? Oh, ik wou eigenlijk gaan zadelen, maar ik ben gaan zitten omdat ik het dan makkelijker kon uitpakken. Ja, maar wat doe je hier en waar ben je? Oh, ik ben in Hellevoetsluis op Meneesjesstal Vlieka volgens mij. En ik ga vandaag de Jong KNS competitie rijden in het L. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. L1 trouwens. Zo. Nou, dan heb ik weer een leuke bidon. Hoe moet ik hem even opstaan? Kijk, ik was al bezig met zadelen. Blondie, hou niet van alsjeblieft. Blondie heeft al een dekje op. Maar toen kwam mama aan met een hoodie bag. En toen heb ik hem zo aangepakt. Zo. En toen meid dat goed. Dus we gaan zadelen. Ik moet er over 20 minuten op zitten. Je hebt wel een hoop takken in beeld nu. Ja, maar dan krijg je een soort, hoe heet het nou? Sfeer-effect. Sfeer-effect, ja precies. A, X, C, binnenkomen in arbeidsstap. Tussen X en G, overgang arbeidsdraf. C, linkerhand. A, X, C, binnenkomen in arbeidsstap. Tussen X en G, overgang arbeidsdraf. C, linkerhand. Hoor je me? Ja. Tussen X en G, overgang arbeidsdraf. C, linkerhand. E, afwenden. B, rechterhand. E, afwenden. B, rechterhand. KXH, gebroken lijn.
KXH, gebroken lijn. NXK van hand veranderen en enkele passen de draf verruimen. NXK van hand veranderen en enkele passen de draf verruimen. Ja. A afwenden. Na enkele paardrenk lengtes minimaal 5 meter wijken voor het linkerbeen richting BM. Daarna rechtuit. A afwenden. Minimaal 5 meter wijken voor het rechterbeen. HXF van hand veranderen en enkele passen de draf verruimen. HXF van hand veranderen en enkele passen de draf verruimen. A afwenden. Na enkele paardlengtes minimaal 5 meter wijken voor het rechterbeen richting EH. A afwenden. Minimaal 5 meter wijken voor het... Dat dus. Tussen C en M overgang arbeidsdraf. Tussen C en M arbeidsstap. CM arbeidsstap. BK van hand veranderen en enkele passen de stap verruimen. BK van hand veranderen en enkele passen de stap verruimen. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. FXA van hand veranderen en het paard de hals laten strekken. FXA van hand veranderen en het paard de hals laten strekken. Tussen K en A draf. FXA van hand veranderen, hals strekken. Tussen HCM teugels op maat, MXF gebroken lijn. HCM teugels op maat, MXF gebroken lijn. Tussen A en K arbeidsgalop rechts aanspringen. AK arbeidsgalop rechts. EBE grote volte op de volte tussen B en E enkele sprongen de galop verruimen. EBE grote volte BE verruimen. B, rechterhand. Tussen H en C overgang arbeidsdraf. HC draf. BE door een S van hand veranderen. BE door een S van hand veranderen. Tussen K en A arbeidsgalop links aanspringen. Tussen K en A arbeidsgalop links aanspringen. BEB grote volte op de volte tussen E en B enkele passen enkele sprongen verruimen. BEB grote volte tussen E en B enkele passen verruimen. Tussen C en H overgang arbeidsdraf. Tussen C en H arbeidsdraf. EX halve volt halve baan. Daarna arbeidsstap. Tussen X en G halt houden groeten. EX CH draf. EX van halve volt halve baan. Tussen X en G halt houden en groeten. EX halve volt halve baan. Daarna arbeidsstap. Tussen X en G halt houden en groeten. C, binnenkomen in arbeidsdraf. C, linkerhand.
En C, slangenvolten met 3 bogen. A, C, binnenkomen in arbeidsstraf. C, linkerhand. En slangenvolten met 3 bogen. B afwenden, E linkerhand. A afwenden, wijken. E linkerhand, A wijk afwenden. Daarna enkele paardlengtes, minimaal 5 meter wijken voor het linkerbeen richting BM. Daarna rechtuit. A afwenden, wijken. Afwenden, XAX grote volte rechts. Na enkele draf passen het paard de hals laten strekken. E afwenden, XAX grote volte rechts. En na enkele draf passen het paard de hals laten strekken. XB rechtuit, B rechterhand. XB rechtuit, B rechterhand. Tussen X, B, F teugels op maat maken. A afwenden en wijken. A afwenden, wijken. Richting EH, daarna rechtuit. A afwenden. A afwenden. B wijken. MXK van hand veranderen en enkele passen de draf verruimen. MXK van hand veranderen en enkele passen de draf verruimen. Tussen A en F arbeidsgalop links aanspringen. AF arbeidsgalop links. BEB grote volte. Tussen E en B enkele sprongen verruimen. BEB grote volte. Tussen E en B enkele sprongen verruimen. Tussen M en C overgang arbeidsdraf, MC draf, HXK gebroken lijn, HXK gebroken lijn. Tussen A en F arbeidsstap, HXK gebroken lijn, AF arbeidsstap. FE van hand veranderen en enkele passen de stap verruimen. A, F, stap. F, E, van hand veranderen en enkele passen de stap verruimen. Tussen E en H, arbeidsdraf. Tussen E en H, arbeidsdraf. MXF, gebroken lijn. MXF gebroken lijn. BEB grote volte. En tussen E en B de hals aan strekken. Tussen A en K arbeidsgalop rechts. AK arbeidsgalop rechts. EBE grote volte. Tussen B en E enkele sprongen verruimen. EBE grote volte. BE verruimen. Tussen H en C overgang arbeidsdraf, HC draf, BX, halve volte, halve baan, daarna arbeidsstap, tussen X en G halt houden groeten, BX, halve volte, halve baan, daarna arbeidsstap, tussen X en G halt houden en groeten. Was Blondie blij? Na arbeidsdraf. Oh. Na arbeidsdraf.
zag er wel blij uit. Nou, voor de eerste keer L1 ging het hartstikke goed. Er zijn natuurlijk altijd wat verbeterpunten en dingen waar ik beter aan kan werken. Het wijken ging volgens mij best wel erg goed. De voor blondies doen is dit wat ze op dit moment kan en waar we het tot geoefend hebben. Dus waarschijnlijk zegt de jury het moet meer. Maar dat maakt niet uit. Ik vind dat ze het hartstikke goed heeft gedaan. U wil een GoPro eten? Ja. Ik vond het hartstikke goed ging. Er zijn natuurlijk verbeterpunten. Maar dan kunnen we, als we geen verbeterpunten hebben, dan hebben we ook nergens om aan te werken. Hoe ging de verruiming van de draf? Ja, vreselijk. Echt? Oh, het zag er zo gaaf uit. Nou, de eerste keer sprongen ze aan in galop. Ja, maar bij de tweede proef? Oh, ja, daar ging het wel goed. Voelde het lekker? Ja, het zag er echt heel mooi uit. Kan ook, het kan nog meer, maar ik dacht, ik doe niet te veel. Nee, want nu bleef ze ook netjes draven. Foei. Ze vallen bij. Foei. Ik vond het hartstikke goed ging. Er zijn natuurlijk verbeterpunten, maar daar kunnen we dan weer aan gaan werken. Heeft u nog een mening? Ja. Foei. Doe dat niet. Het kost je een hoofdstel. Goezie. Nou. En die weet je goed. Die is echt brutaal. Ja, leuk hè. Ik ben 2 keer eerste geworden en ook eerste van de competitie van vandaag, volgens mij. Ja, toch? Ook nieuwe vrienden gemaakt. En die zien we volgende week weer. En er is ook een heel team met allemaal leuke oranje t-shirtjes. Dat is ook wel heel grappig. Wij gaan nu weer naar stal toe. Ik wil even vastmaken. Waar gaat je? Wij gaan naar huis toe, spullen opruimen. En dan zie ik jullie morgen.